zou zeggen, ik hou mijn mond in. En ik. Ik wacht de rest nog eens een keer. En jullie gaan naar de man die het afgelopen jaar kampioen van de wereld is geworden. Promoveren tot eerste dan. Ik wens je veel succes. Nou goed, ja, Eddy die maakt het verhaal voor mij al een beetje makkelijker, want inderdaad Niels is een van de velen die onder de leiding van Eddy de laatste 40 jaar, ja, zo ongeveer, een kampioenschap gehaald hebben. Ja. En er zijn ook mensen bij die dus, die in het noorden zitten, die hebben een tijdje voor mij getraind, ja. Sandy, Sandy en Larry, die hebben hier getraind, ja. Dus je zit in, je bent in goede handen hier. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat ik jou nou officieel jouw eerste banddiploma mag opbouwen. Maar ik begin met de band, officieel. Ik ga hem, het is gewaaid te doen gebruik, we hebben hem uiteindelijk omgeknoopt, maar ik krijg nooit een goede knoop. Want jij doet die gekruist en die doet zo, die doet zo. Dus je mag die band afdoen. En dan mag jij deze van mij zelf doen. Dit is voor sommigen van jullie natuurlijk meteen een voorbeeld van hey, de kok. Dit is Benny toch, hè? Ja. Ik dacht, we hebben wel wat aan. Ik dacht, ik heb ook wel zelf, maar. Hij komt aan de beurt. Kan je even Ben daar aan? Ben je meteen? Ik kan hem ook niet. Oh, dat kan ook zo. Niels, dus. Dit is dan het officiële diploma. Je moet hem daar nog wat even zeggen om te doen. Dat wil zeggen, laat dit de eerste stap zijn van nog vele stappen die je gaat maken. Ja. En dat hoeft niet in 2, 3, 4 of 5 dan te zijn meteen. Maar dan wel op wedstrijdgebied diploma blijf behouden en behalen. En dan blijven we er in ieder geval op. Ja. Wie weet, hè? Ik heb onlangs ook voor DVD nog niet 2 dan mogen uitreiken vanwege bijzondere prestatie. Ik kom er nog een keer in natuurlijk. Super. Dat kan. Dankjewel. Ja, en dan komen ze met dames ertoe. Ik heb ook die vragen, die nog willen. Dankjewel. En je voelt meteen, je voelt ook meteen natuurlijk de zweetkop. Maar dit is wel een feit. Ik zou zeggen, de volgende keer doen we gewoon hier pakken. Kan niet. Ja, dank je. Dankjewel. Ja, ja, ik kan wel een keer uitreiken. En dan zal ik ze laten zien wat ik altijd doe. Voor degene die van de ene band naar de andere band gaat. Dus die wijkt een beetje af van het normale, maar ik ben ook niet normaal. En dan wil ik het toch doen zoals ik het altijd doe, omdat ik vind dat daar een gedachte achter moet zitten. Ik heb niks met je band te maken, maar het idee zoals je in het leven staat, om daarmee te gaan werken. Dus Niels, dan mag ik toch even vragen om die band dan even losmaken. En dan doe je de bruineband om, het is zomaar een idee. En hier wil jij denken dan? En geef hier een ding. Dan doe ik het zoals ik het, dan doe ik het zoals het normaal, ook bij de hele kleintjes, ook bij deze groep, dat heeft allemaal te doen. Maar toch eventjes. En dan moet je een keuze maken. En die keuze is heel simpel. Of je doet het of je doet het niet. Want je hebt heel veel kinderen die best wel zeggen, ik doe het dan ook. Ja, ik wil het. Dus ik vraag altijd, doe je band af als je naar de eerste dan wil gaan. Dus na zijn prestatie van kampioen van Nederland, krijg je dit. Dan moet je daar een frutje van maken. Want een frutje maken wil zeggen het opruimen van jouw band. Want daar heb je niks meer mee. Je gaat alleen maar in de toekomst kijken, dat is in ieder geval wat we doen. En dan is er een spreuk. Een spreuk, very simple. Dat komt eigenlijk van de commando gebeuren vandaag, heeft er helemaal mee te maken. Maar dat is in mijn levensstijl, heeft hij een stukje meegemaakt. En dan gaat hij dus akkoord met hetgene wat hij wil. En dan zeg je dus noem oud, noem kwam, zonder achterop te kijken en gooit zijn band over de schouder. Als hij akkoord gaat met de eerste dan. Noem oud, noem kwam. Dat is dan hetgene wat hij gedaan heeft. En dan geef ik ze dus aan om bandknop. Een buikband.
maar dat maakt helemaal niet uit. Waar het onthoud is, dit is een mooi ontstaan. Houd hem op. En hartelijk gefeliciteerd. Dat is het. En nou mag je wel gewoon op jouw geheugen, want het moet ook een beetje sloppen. Een beetje hier. Ik heb ze gekend, maar die Wilhelm hebben we nog gekend. Die liep dus met zijn band. Dus echt, die liep hier.